En ik zou opletten vandaag, als ik beneden kwam, of die dan ook nog steeds branden. Maar dat heb ik weer vergeten. Ja, ik moet echt daar... Nou ja, denk om de box. Ja. Yeah. Het is een trust, hoe zeg ik je dat? En er zit een blauwe lamp in, ja. Ik zal het jullie laten zien ook, ja. Kijk die ring. Mijn meisjes en mijn kereltje. Oh, lief. Maar ik ga zo alweer met ze lopen. Ja, echt zo. Het is wel weer de hoogste tijd. Ja, zo. Oh, er staat nog één gezoend. Hoe doen we dat? Nee, is dichterbij. Zo, uitzoeken. Zo. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag, ja, 1 juni. Mijn maand is dat, want in deze maand ben ik jarig. Ja, noteer het, 23 juni. Ja, dan ben ik jarig. Misschien als je deze film ziet, deze vlog, is het alweer geweest. Dat kan ook nog, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe snel ik ga. Ik ben al laat uit bed en ik moet nog een vlog voor Karin in elkaar zetten en een vlog weer voor mij. Maar ja, ik had weer wat hoofdpijn. Ik heb het nog. En mijn nek, die doet pijn. Komt uit mijn nek vandaan. Maar ja, wat boeit het allemaal? Want dat boeit jullie niet. Maar ja, het boeit mij wel, want ik zit ermee. Maar in ieder geval, ik heb de wasmachine alweer draaien. Ik heb de droger alweer draaien, dus... Ik heb mijn best wel weer gedaan wat dat er gaat. Het is dus de eerste van de 6e 2024 en we leven alweer reeds om 15:22. Ja, de meisjes die hebben net al buiten het een en het ander gedaan. Wat weet ik niet, want ik ga daar niet op letten. Dat moet ik dan straks opruimen. Maar ik ga wel even met ze lopen, maar dan is de eerste drang eraf. En dan trekken ze ook niet zo. Nee, daar ben ik gewoon niet blij mee, want ik heb last van mijn rug. Ook, maar ja, jullie weten het, ik heb de avondvierdaagse meegereden en het is dolle pret, het is lol, het is leuk, het is gezellig, alleenig. Als er geen teluutje af is en ik heb op de stoep gereden, dan moet ik heel voorzichtig van die stoeprand af. Nou, dat verneem ik dus wel in mijn rug. En ik heb nou een... week, twee weken problemen om mezelf weer een beetje op te krikken, dat ik wat minder weer pijn krijg, et cetera. Nou ja, jullie begrijpen het wel. Degenen die ouder worden, net zoals ik, en ook hun mankementen hebben, en trouwens, er zijn ook jongere mensen die mankementen hebben hun leven lang, en die weten ook wat pijn kan zijn, dus ja. We zitten dan in hetzelfde schuitje, zeg maar. Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, het is hier in ieder geval ook grijs en grauw. En het waait hard. Ik heb mijn winterjas maar weer klaargelegen. En dan ga je de maand juni dus in met een winterjas. Ja, 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 wie had dat verwacht? Nou, ik dus niet. Maar ja, je weet het, hè, met Harp. Daar maken ze het weer. Het wordt gestimuleerd, beïnvloed, et cetera. Dus ja... Hun maken de lakens uit, wat dat er gaat. Hun delen de lakens uit. Hoe zeg je dat? Ja, hun delen de lakens uit. Oftewel, hun delen het weer uit. En als ze zeggen van nou, Den Helder moet slecht weer hebben, dan krijgen we dat. En krijgen we geen zomer, dan krijgen we geen zomer. Nee, dan wordt het een natte boel. En dat had ik ook wel verwacht hoor. We zullen wel eens het zonnetje krijgen te zien, maar niet zoveel dan dat wij gewend zijn. Want we mogen geen zon meer hebben. Nee, die straaltjes die we af en toe zien en voelen, daar moeten we blij en gelukkig mee zijn. Je hebt niks en je moet gelukkig zijn. Weet je nog? Ja. Nee, je weet de woorden nog wel, denk ik. Maar in ieder geval, het is nog weer een grijze deken, als het ware. En het is ook scherp aan je ogen. En gelukkig geen regen van betekenis. Maar als je die wolken hebt, die aparte wolken die wij ook niet gewend zijn,
Dat lijkt net alsof dat laag komt te hangen en ook dan vroeger ooit het geval was met een normale bewolking van mama de natuur, moedertje natuur. Nou wordt het allemaal gemaakt en ingespoten met vergeef en dan lijkt het ook net alsof het nog lager hangt dan het vroeger ooit was. Dus ja, maar in ieder geval, dan ben ik weer vergeten ergens op te letten, want ik heb daar nou ook een had ik al, ik had daar al een basbox staan, om de bas te horen, maar ik heb er een hekel aan, want Karen die had hem wel een beetje aangedaan. En toen dacht ik van dat het niet opviel, maar als je hier bovenop zit, dan merk je dat degelijk wel. Maar er zit een blauwe lamp in. En als ik alles uitdoe, blijft die branden. En ik zou opletten vandaag, als ik beneden kwam, of die dan ook nog steeds brandde. Maar dat heb ik weer vergeten. Ja, ik moet echt daar... Nou ja, denk om de box, ja. Yeah. Het is een trust, hoe zeg je dat? Maar er zit een blauwe lamp in, ja. Ik zal het jullie laten zien ook, ja. Yeah. Kijk, die ring. Nou, ik weet niet of die uitgaat, ja of nee. Dus dat wil ik wel eventjes controleren. En om nou iedere avond, om nacht of nacht, wanneer ik naar bed ga, die box naar voren te halen en het knopje om te drukken. Nou nee, dat gaat het voor mij niet worden. Nee. Dus dan moet ik maar blijven branden. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, ik ga lekker even met de meisjes uit. Ik ga mijn wandel-app er even bij halen. Zo, en dan trek ik mijn jas aan. En mijn tas is schoon en droog, dus ik kijk ook weer inruimen. Dus dan alles weer uit mijn oude tas er weer in. En dan is het weer goed. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje met ons mee. Ook hou ik mama en papa Meerkoetje in de gaten. Want de ene keer zie ik ze wel, de andere keer zijn ze allebei op het bootje. Maar ja, ze waren ook met het nest bezig weer een beetje te fatsoeneren. Maar ik heb het idee dat het bootje nog verder gezonken is. Ja, dan kan je daar geen nestje meer bouwen, denk ik dan. Maar ja, we wachten het af wat ze nog doen. Of er nog inderdaad eitjes komen, ja of nee. Maar ze zijn nog steeds wel bij elkaar. En ik weet ook niet hoe het met vogels zit. Als ze jonkies door wat dan ook verloren zijn. Of ze dan nog steeds denken dat ze jonkies hebben. Dat lijkt mij van niet, want ze hoeven die jonkies niet meer te voeren. Want die zijn gaan hemelen. Op wat voor manier dan ook. Dus ja, ik weet het niet. Hoe en wat, hoe het in vogelleven toegaat. Ja, ik weet het niet. Ik zou grote verdriet hebben, ja. Tja, net zoals om mijn jongste dochter Katja, daar heb ik ook verdriet om. Ik laat denk ik het niet merken. Nee. Maar daarom heb ik het wel. Tuurlijk. Ja. En die andere twee, nou ja, als het ze hebben geen belang bij mij. Nou ja, oké, dan laat ik het echt helemaal ook los. Los. Ik heb het mijn zoon zelf horen zeggen. Geen belang bij. Pardon. Nou, daar heb ik geen belang meer bij hem. En dan zal ik hem ook niet meer bellen of wat dan ook. Wat voor redenen dan ook. Hij hoeft ook niet op mijn crematie te komen of zo. Nee. En mijn oudste dochter ook niet. Nee. Ze willen niks meer van me weten. Nou, laten ze allebei eerst maar eens nadenken. En ook mijn oudste dochter. Met wat ze zelf hebben gedaan. Ja? Als ze dat zelf nou eens een keertje zouden gaan doen. Dan... Denk ik dat ze wel een slag om zullen draaien. He, maar ze zijn allebei, ja, vooral mijn oudste dochter. Die is helemaal gehersenspoeld en beïnvloed. Maar ja, in ieder geval, ze hebben zelf ook heel veel dingen gedaan wat niet door de beugel kan. En wie krijgt de schuld? Ja, altijd, hè, moeders. Ja, moeders krijgt altijd een eeuwig de schuld. Van, jij hebt het gedaan. Nee, kijk naar jezelf. Kijk eens in de spiegel. Hoe lag jij op je bed? Dat ik bij je boven kwam. Dat ik geen gehoor kreeg. Dat ik je al een paar keer had geroepen voor thee. Ja? Ben je dat soms vergeten, Arnie? Nou, schaam je diep.
Zo had ik jou niet grootgebracht. Nee. Maar in ieder geval. Wouter Kees, we gaan gewoon weer verder met deze dag. En we doen het met een lach. Ik ga voor Karin lekker bezig. En voor mezelf. En dat is twee vlogs in elkaar zien te zetten straks. Ja, maar eerst even met de meisjes. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet zo voor de zoveelste keer gewoon weer lekker mee. Joeg, hey. Ja, naar de markt gaan we niet, want daar is het toch al te laat voor. Ja, en het is koud. Dat heb ik ook al horen zeggen, het is koud. Daar staat 15 graden. Daar staat 15 graden, wat moet jij er nou weer tussen? Ik roep jou niet, ik ga even kijken. Bij mij staat ook 15 graden en het voelt als 13 graden. Ken je dat? En je niet. Potverdikke. Nou ja, in ieder geval. Hoe dan? Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, ze liggen er weer lekker bij. Mijn meisjes en mijn kereltje. Oh, lief. Maar ik ga zo wel weer met ze lopen. Ja, echt wel. Het is wel weer de hoogste tijd. Ja, zo. Oh, ik sta nog ingezoomd. Hoe doen we dat? Nee, eerst dichterbij. Zo, uitzoomen weer. Zo. Ja, dat dus. Het is ook alweer 14 minuten over 7. Karin de vlog die staat alweer ingepland. Ik ben met die van mij al bezig. Ik heb de voorbereidingen al klaar. Ik heb mijn spel al bijgewerkt. Vanavond pas weer. En ik ga nou eerst lekker met meisjes lopen. Daarna ga ik een hapje eten. En daarna ga ik verder met mijn vlog. En ja, dat is ook zomaar weer hopelijk klaar als het een beetje vlotter wil. Piep, wat piep. Was een auto die piep zei. Hey kerel. Ja, nou kom maar even. Nee, dan loop je blokje om. Wat ben je aan het doen? Ga je achter me zitten? Zo dan. Ja, dan ga ik zo zitten. Maar ja, ik zit wel met kuilen in gaten en dingen. En ik krijg geen nieuwe vloer van de winkel, want het moet geëgaliseerd worden. Ja, denk je dat ik dat geld heb? Moet de woningstichting doen. En de woningstichting doet het ook, denk ik niet. Vermoed ik, ben ik bang. Maar ja, daar ga ik aankomende week achteraan. En ik ga er naartoe, ik maak er foto's van. En of ik film het, kan ook. En dan neem ik dat mee. Doe ik gewoon met mijn mobiel en dan ga ik er naartoe. En dan moeten ze me gewoon helpen. Zo simpel als ik weet niet wat. Het is een woningstichtinghuis. Dus ja, hoe dan? Hoef ik niet te bekostigen. Het is niet mijn schuld, niet mijn fout. Hadden ze toen gelijk destijds moeten doen. Maar ja, in ieder geval. We gaan er gewoon al aankomende weken ervoor. En we gaan nu heel hard. Ah. Ja, je wordt ook moe van de avondvierdaagse. Ja. Maar ik kan nog eventjes aan de andere kant van de deur doen. En dan ga ik met de meisjes lopen. En ik moet om mijn staart denken. Dus, maar in ieder geval, we gaan de kou weer in. Want het is roetje koud buiten. Het is helemaal niet lekker. Nee, dus ja. Loop je op 1 juni met een winterjas aan. Hoe dan? Absurd. Echt absurd. Ik heb mijn vest aan. Absurd. Mag niet. Het is de hele dag al grijs en grauw. We mogen wel blij zijn dat het niet regent. Oké, maar dit weer behoren we niet te hebben. Kom op, hoe lang is het al zo? Dat grijs en het bewolkt. Af en toe een dagje zon en dan is het nog niet eens niet een dag, want dan komen de chemtrails er weer aan en dan zit de lucht weer zomaar vol. Ja, we mogen gewoon geen plezier van de zon hebben, nee.
Maar ja, maakt niet uit. Ze willen ons ziek hebben. Ze willen ons dood hebben. En ga zo maar door. En ze willen van ons een robot hebben. Ja, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, mij krijgen ze 1, 2, 3 niet klein. Nee. En Kandalf ook niet. En de meisjes ook niet. En ik hoop jullie ook niet. Nee, want we kunnen elkaar niet missen, toch? Nee. Nee, je komt nou niet buiten. Wat denk jij? Je de hele dag leggen te pitten daar ook. En nou dat het avond gaat worden, wil je naar buiten? Wat denk je zelf? Ja, morgen brengen en overmorgen halen. Dacht ik niet. Ik ga met de meisjes naar buiten. En dan gaat Kandalf hier niet naar buiten, want dan loopt hij achter me aan. En dat wil ik niet hebben. Langs de grote weg. Nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Doe wat jullie doen willen, doen moeten. Ga je uit eten omdat er een feestje is of wat dan ook. Geniet ervan. En voor degenen die jarig zijn, geniet er ook van. En laat je lekker verwennen. Voor de zieken, idem dito, laat je verwennen. En van harte beterschap gewenst. En tot later op de avond. Doei doei. Rijk aan mal kind. Hoi. Mijn meisje. Allebei mijn meisjes, hè. Joh. Ja. En ik heb nog eten voor mijn neus. En ik heb eindelijk maar weer een patatje genomen. Ja, dat is alweer een aantal weken geleden dat ik patat heb gehad. Ja, de laatste keer nog met dat stelletje wat zo graag wilde trouwen. Ja, dat ik zo veel hielp. Maar in ieder geval, ik denk ik wil weer eens een keer een patatje. Dus bij deze koffie bijna op. En een watertje. Dus lekker. En dan zometeen, televisie heb ik aan. En ik ga zometeen met mijn vlog verder. Dus ik zeg geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, het is alweer de hoogste tijd. Want het is alweer 2:34. Ja, ja. Maar ik ben nog bezig. Ja, Karin, die heeft vanavond ook zelf, tenminste vannacht, laat ik het zo zeggen. Want ze is eerst aan het werk nog geweest. De laatste avond aan het werk, voordat ze op vakantie gaat. En ze heeft nog een vlog in elkaar gezet zelf. Nou, jullie weten, ik had het vanmiddag al gedaan. Maar ze had nog een paar vlogs voor mij. Die ben ik nou even nog aan het binnenhalen. En ook gelijk in de mappen doen waar het in moet. En dan, dat moet de 13e juni pas online. Dus komt wel goed. En als dat binnen is, dan is de computer uit en naar bedje toe. Dus wij, de dame, de eentje ligt er hier, dat is Elwing. De ander ligt op de bank, dat is Rijka. Kandalf is al boven. Dus wij zeggen gewoon, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!